In deze show suggereerde Flipsen dat Nederland Zuid-Europa beter kan dumpen en een eigen munt moet invoeren, de euro. Wij in Portugal worden afgeschept met de euro. Ik ben hier natuurlijk valikant op tegen, want hoe moeten wij in het zuiden dan onze flamboyante levensstijl in stand houden? De kloof tussen het zuinige Calvinistische Noorden en het kwistige vrolijke levensgenieten in het zuiden is groter dan ooit. Scandinaviërs, Duitsers en Nederlanders worden in het zuiden van Europa gezien als gierigarts. Dat Mark Rutte door het leven gaat als de leider van de vrikkere Vier, de vier landen die zich verzetten tegen gratis geld aan het zuiden, is geen toeval. Ooit was minister van Financiën Gerard Zalm de gebeten hond in Italië omdat hij tegen toetreding van het land tot de euro was. Ook minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem sprak lelijk over de Zuid-Europese landen: de Latino's en aardsluie knoflookvreters, suipschuiten en schuinsmarcherende vrouwenjagers, die copieus lunchen van 12 tot 4 en daarna uitbuiken tot het avondeten. Onze duizendbloem kon je dolgelukkig maken met een schuimend glas karnemelk en een lupa, een lunchpakketje met bammetjes pinnekaas, die moeders de vrouw eigenhandig had gespeerd.